Ik vind het belangrijk dat D66 staat voor onderwijs en dat we als Nederland de blik naar buiten hebben. Maar voor mij is ook heel belangrijk de samenhang tussen aan de ene kant de vrijheid van het individu en aan de andere kant de verantwoordelijkheid voor het geheel van de samenleving. Sociaal en liberaal dus. Ik stemde altijd al D66, maar ik werd nooit lid. Want ik dacht, dat doe ik wel als ik tijd heb om ook actief te worden. Tot 2005. Want toen stond de partij op 0 zetels en toen dacht ik, als ik nu geen lid word, dan is de enige partij waar ik me thuis voel er straks niet meer. D66 is voor mij een open partij. De enige partij die Europa echt op waarde weet te schatten. En de partij die onderwijs ondubbelzinnig op één zet. Wat ik goed vind aan D66 is dat D66 altijd de durf heeft gehad om voorop te lopen. Of het nou ging over onderwerpen als euthanasie of abortus in de paarse jaren, of over de AOW-leeftijd of de hypotheekrenteaftrek in 2006 en 2007. D66 heeft altijd voorop gelopen met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en met nieuwe voorstellen om de Nederlandse samenleving te verbeteren. En daarom ben ik overtuigd lid van D66. D66 is de partij die zich inzet voor persoonlijke vrijheid van mensen. Of dat nou gaat over het beschikken over je eigen leven als je aan het sterven bent, of als het gaat om gelijke rechten. D66 is echt de partij die de kar trekt. En daarom ben ik er dan ook bijzonder trots op om onderdeel te mogen zijn van een politieke partij als D66. De politiek is niet alleen van en voor de politici. Het is van ons allemaal. Doe daarom mee. Stem niet alleen op ons, maar word ook lid.